Yo, ¿qué tal? Ik ben Remco, wel het video van Kerstgamer aflevering 2 na de intro. Meer. Ho, 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 Merry Christmas, Kerst hier bij Game Remco. Ja, mensen, wel de aflevering van deze serie, Kerst Gamer. En net als afgelopen oktober zijn we natuurlijk op een plot gekomen. We zijn bij Albert de Monkey. En ja. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Zo zie ik dat. Oké. Slash. Yo. Complete experience, Fastlane en Trace. Nou, natuurlijk de complete. Nou, we bouwen hier aan de toekomst. Oké. Okay. Speladvies. Zet je brightness op Moody? Dat heb ik gedaan. Een gevloekte huis zat er zo dit het 15 minuten. Dus ik kan die. Ja, ik hoor hem. De muziek is echt altijd geweldig in deze attractie. Eerlijk. Dus ik ken hem allemaal, de bokkenrijders. In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse kempen en het Limburgse platteland. Horden van gewetenloos boevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemels werden en zelfs afgesloten huizen konden binnendringen. De bokkenrijders! Annegebroed, dat is! Ze moeten ze uitroeien met wortel en pak, dat moeten ze! Ja, yeah, dat zeker, Marie, dat zeker. Ik heb gehoord dat ze verleden nacht de steen van Arjan de Stoer hebben platgebrand en alles van waarde hebben meegenomen. Oh ja? Het is toch niet waar, Warren? Annegebroed, dat is! Ze zeggen dat hun ogen licht geven in den donkere en dat ze zo rap zijn dat het nooit wat u treft als een donder. Gezwets, dat zeg ik u! Achter een bakje peupel dat met lagen.
De mythe verhaalt dat dit duivelse leger van bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag. Hoog in de hemelen boven de Postelse abdij. 60 lange jaren oefenden de benden een waar schrikbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische hildeteken, een bokkenpoot, vervulde een ieder met huiver en angst. Vervloekt zijn die bokkenrijders. De parasieten van deze streek hebben Hugo in het bijzonder. Eerder goddeloos een doerak die Hugo. Mees een lange zwarte manen is ten duvel gelijk. Wanneer hij in de buurt is, bent uw leven niet zeker. Om nog te zwijgen over haven en goed. Zelfs de grendels voor de valdeur houden hem niet tegen. Ach heren, wie zal ons kunnen verlossen van zulke kwelgeesten? Een godslastelijke bandiet, dat zeker. Maar bedenk wel, hoogmoed komt voor den val. Dat kan wel zijn, jonge beer. Mooi met de muziek gedaan, van Koptelefoon naar Koptelefoon. Als jongeling deuden die dan in dit geld. Altijd tegen het rugheur in. Je zag het toen al aankomen dat je in een deug niet zou worden. Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen. Die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen. Bezeten van een tomeloze hebzucht en gier naar geld. Hugo. De jongen. Aha. Dit huis, dit vervloekte huis. Het is een hel geweest. Dit huis, dit vervloekte huis. Dit huis. Dit huis, dit vervloekte huis. Het is een hel geweest, gelijk. Een vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw. De abdij van Postel wisten wij. Brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Het was licht achter de ramen en het was een doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. Kaarsen waren ontstoken. Vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstomde. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst. En ze sprak tot mij. Gij, Hugo van de Loonse Duinen. Blij in ons heilig zijn. Ja, ik weet het meer. Zo kom tot inkeer en roep niet de toren des heren over u af. Maar ik overwon mijn angst. Dit huis, dit vervloekte huis. Ik riep de mannen op te gaan en zag
dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok. Boven op de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis, door waar ook de wereld, zult u rust vinden. Eer hij Gods huis gezonden hebt. Eerst dan, wanneer een edelmens met het geweten van een pasgeboren kind uw woonsteden zal betreden, dan zal hij vrede vleven in uw huis en in uw toekomst. Oh, toekomst, hand. Tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de doem valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt waar ik zo hevig naar verlang. Bam, bam. Dames en heren, let u op. De deuren openen in uw richting. Ladies and gentlemen, please stand back. I know. The doors will open in your direction. Natuurlijk checken of je er goed de beugel dicht hebt. Damn! Zo'n test keek me helemaal rot. Tadaa! Zult gij rust of vrede vinden, nu gij Gods huis geschonden hebt.
Die muziek is wel gaaf. Hoe kan je dat, jongen? Hugo van den Loonse Duinen. Door uw huis zal tieren een huiver die u toekomt. Oké, dat is huis dan. Alles valt. Oh mijn god, kijk dan. Wauw. Zo sterk. Ah. Prachtig. Zo sterk. Hoe ze dit maken, die muziek. Zo goed. Huis. Zo sterk hoor. Eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonstede zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart.
Net te laat. Vroeg. Tut. Ja, gaaf. Absoluut. Ik vond het gaaf eruit. Sowieso de moeite waard om dit te bezoeken. Bij Albert de Monkey. En ja. Sowieso de moeite waard. Oké, mensen, dit was aflevering. Hier zijn allemaal beelden en zo, maar ja. Dit was aflevering, bedankt voor kijken en ik zie jou later bij in de volgende aflevering. Tot dan. Ho, 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 Merry Christmas. Kerst die je bij Game Jam komt.